Dit vind ik zo vet. Dit is voor mij echt dat ik echt denk, ja, nu zijn we echt in Scandinavië. Wat vind jij van de oudste boom van het park? Onwijs. Zieke, echt een bizarre boom. Wow. Kijken wat deze wandeling ons gebeurt. Het schijnt wel dat het een uitdagende wandeling is, omdat alle bruggen soort van kapot zijn. Een zeer goede morgen, lieve mensen. Ik weet niet waarom ik Duits praat, maar er zijn ook veel Duitsers hier, dus wellicht dat het daardoor komt. Oh ja, er staan Duitsers naast ons. Dat is Engels praten. En ik weet ook niet hoe ik het in het Zweeds moet zeggen. Oh ja, god morgen. God morgen? God morgen, volgens god, mij. God morgen. Ik weet het niet. Die klemtoon hier in Zweden, die ligt zo raar. En ik heb al een paar keer gehad dat ik dacht, oh, dat spreek je zo uit. En dan hoorde ik het mensen zeggen, nee, niet knijpers pakken, Eddie. En dan dacht ik echt, huh? Oh. Daar had ik niet aan zien komen. Maar goed, wij staan echt midden in de natuur. Op een prachtige plek. Ik zal jullie laten zien waar we staan. Het is vandaag zaterdagochtend. En oh, als lazen het er weer uit. Zaterdagochtend. We zijn ons klaar om te maken voor een hike. In een natuurpark. We zijn naar natuurpark Fuluvialet. Helemaal weer in het westen van Zweden gereden. En weer aan de Noorse grens. Dus we zijn van Stockholm weer schuin naar boven gereden. Daar gaan we nu twee dagjes spenderen. Maar we hebben gisteren hier geslapen. We zijn hier dus aangekomen gisteravond. Ik zal even laten zien. Hier heb je dus een onverharde weg. Zoals zoveel in Zweden. En dan kom je hier dus op dit plekje. Deze mensen die zijn gisteravond later erbij gekomen. Duitsers dus. En wij staan hier aan het water. Als je hierheen loopt, dan heb je hier een paadje naar deze mooie rivier. Dit is toch prachtig? Dit vind ik zo vet. Dit is voor mij echt dat ik echt denk, ja, nu zijn we echt in Scandinavië. Dat je op dit soort plekken dus kan overnachten en dat je dan het allemansrecht hebt. Ja, dat je dus gewoon je auto kan parkeren en gewoon kan kamperen. We hebben gisteren hier nog een klein vuurtje gemaakt. En nu zijn we de camper eventjes aan het klaarmaken om te gaan rijden. En dan gaan we naar het Nationale Park. Ook weer super veel zin in. Weer een heel ander gebied ook. We zijn echt weer een stuk noordelijker gereden. Dus we zijn ook echt wel weer meer bergen en heuvels. We gingen gisteren wat informatie opzoeken over het park. En daar waarschuwen ze ook echt voor dat... Ja, dat het weer echt super snel kan veranderen door dus de bergen en dat het ook in de zomer ineens kan gaan sneeuwen. Dus ja, ik kan er wel naar uitkijken. Wat jij? Ja, ben jij er ook naar uitkijken? Ik doe alvast een sneeuwpak aan. Wauw. Mooi, hè? Ja. Nu al te gek. We zijn gestart met de hike. We hebben eventjes aan het begin van het park een route uitgestippeld. We gaan de oranje route lopen. Nee, de? Ja, de oranje, maar met een klein uitstapje. Ongeveer 8 kilometer. En we dachten dat het park helemaal afgelegen was. Het is echt fucking toeristisch. Dat is niet normaal. Er zijn echt mega veel Duitsers. We kwamen de parkeerplaats opgereden. Er stonden echt 15 campers en... parkeerplaats vol met auto's. Het schijnt hier dat het ook gewoon heel makkelijk begaanbaar is voor minder valide en zo. Dus zo'n wildpark, het is een wildpark, maar wel helemaal zo ingericht dat het voor iedereen toegankelijk is.
Maar goed, we gaan een... Maar het heeft wel echt... het heeft dus trails voor mensen in de rolstoel. En het heeft dan trails voor mensen die gewoon licht willen lopen, medium, maar ook hard. Ja, ook hard, ja. Maar we gaan in elk geval een waterval bezoeken, toch? Ja. Ja. Een waterval. En we hebben hier al van dit soort prachtige beken. Dit is toch mooi? Nou, we gingen naar een waterval lopen. 5 minuten later, we zijn bij de waterval. Ja, dus nog niet helemaal. Nee, nog niet helemaal. We zijn bij het. We kunnen de waterval hier zien. Maar we gaan nog 1,5 kilometer lopen, echt naar een beter uitzichtpunt voor de waterval. Hier is het heel druk, want dit is een rondje wat je kunt lopen. Dat is in totaal 4 kilometer. Dus hier lopen ook veel mensen met kindjes. En veel ouderen. Nou, het is op zich wel tof dat het voor iedereen begaanbaar is. Nou, we zijn net bij de waterval geweest, zoals jullie hebben kunnen zien. Maar jeetje, wat was het daar druk. Niet normaal, we moeten er echt even aan wennen. Tenminste, aan wennen, ja. Het is gewoon niet relaxed eigenlijk. Ja, moeten we aan wennen, ja. Zo druk hebben we het hier in Zweden nog nergens gehad. Nee. Nee, zeker niet. Nee, maar goed. Het was wel heel mooi, echt super mooi om te zien. En nu, sorry, ben ik weer aan het klimmen en aan het vloggen tegelijk. En dan raak ik de pet aan. Nu zijn we een ander pad ingeslagen. Gaan we nog een stukje omhoog klimmen. We hebben eindelijk weer geklommen, mensen. Je kunt echt weer diepte zien. Zo leuk. Wel weer even wennen. Wennen aan de klimbelasten. Maar zo leuk. We kunnen daar wel even gaan zitten. Ja, even water drinken voor de hondjes. Oké. Wat vind jij van de oudste boom van het park? Onwijs impressief. Zieke, onwijs, echt een bizarre boom. Wow. We keken er gewoon bijna overheen ook, hè? Ze hadden gezegd, ze kan hem zien door het touw. Door het touwtje. Dit is hem. De oudste boom van het Fluvialet Park. Ik weet niet hoe oud, dus dat kan ik niet vertellen. Misschien is die wel gewoon... Ja, precies. Maar misschien is die gewoon 1000 jaar. Het ras, misschien is het ras gewoon niet zo groot. Ik ga even kijken of ik het hier kan vinden. Old Chico. Het is wel prachtig. Hij heet ook echt de Old Chico, ja. Ja, er staat niet hoe oud hij is. Sorry Chico, je maakt geen indruk op ons. Maar fijn dat je er bent. Je mag er zijn. Bedankt voor de zuurstof. Je bent prachtig zoals je bent. We stonden net daaronder, maar je kan dus ook, bovenop komen. Zo even klauteren, maar wel mooi, hè? Super mooi, heel goed. Echt vet.
echt niet toeristisch hoor. Hier. We zijn weer terug bij het campertje. Lekker man, leuke wandeling gehad. Ja, superleuk. Heel mooi. 8,2 kilometer, ja. 3 uurtjes. Ja. Helemaal toppie. Zaken zo. Ik ben zo laag. Ik zit hier naar jou te kijken en ja, ik zit nog steeds. Oh nee, ik heb wel een andere broek aan hoor. Maar ik heb gewoon nog steeds mijn hike shirt aan. Nee, ik ben wel eventjes, al 2 uur op de bank hier een beetje. Lekker toch? Stinken. Ik heb me eventjes omgekleed. Ik lig een beetje te stinken en te eten. Nee. Dus je morgen wel weer. Morgen na het hiken ga ik denk ik even douchen. Af en toe mis ik een huis. Ik zit hem zo 10 minuten zo. Onder de douche te staan. Ja, ik ook wel. Komt wel weer. Komt zeker. Maar goed, we zijn na de wandeling naar een nieuw plekje gereden. We zijn naar een andere ingang van het park gereden. Die iets minder toeristisch is, dat kan je wel zeggen. Die andere was echt, holy shit, niet normaal. Daar waren zoveel mensen. We gingen ook weg daar. En ik zal even de kaarten bijpakken. We gingen daar weg en er was echt gewoon op de weg zelf. Er stonden, toen we aankwamen vanochtend stonden er al 4 verkeersregelaars. Toen dachten we, oké, hoezo staan jullie hier? Maar dat bleek dus echt nodig te zijn, want toen we weggingen, die parkeerplaats die was niet heel groot. Ja, best wel groot trouwens. Stond helemaal vol met auto's, maar ze hadden dus ook de hele weg helemaal vol gezet. Het was echt bizar gewoon. Er stonden echt, denk 300 auto's in een rij. Wij waren lekker vroeg, dus wij hebben niet heel veel van de drukte meegekregen en we waren op tijd weg. Maar dit is dus het park. We waren net hierboven. Dit is dus eigenlijk de hoofdingang. En hier heb je dus ook de waterval die we jullie hebben laten zien. Dat is dus de hoogste waterval van Zweden. Maar je hebt hier... Even kijken hoor. Dan heb je hier nog een ingang. Dus ietsjes eronder. Iets minder toeristisch, zei hij. Maar ook nog steeds wel redelijk druk. En dan kan je gelijk een stukje naar beneden. En dan heb je hier nog een ingang. Deze route gaan we morgen lopen. Deze oranje route. En dan heb je hieronder dus ook nog een ingang. Maar daar stond niet zoveel over. En dit was echt, we moesten 12 kilometer over onverharde weg. Dus dat was best wel leuk. En daar zijn we nu dus aangekomen op de parkeerplaats. Net een busje, een Duits busje aangekomen. En wat auto's, maar voor de rest helemaal leeg. En dan gaan we morgen kijken wat deze wandeling ons gaat brengen. Het schijnt wel dat... het een uitdagende wandeling is, omdat alle bruggen soort van kapot zijn. Of nou, veel bruggen. Ik heb het net al gelopen, ja. Het is gewoon, je ziet gewoon waar we net waren, was super goed onderhouden. Ja. En dit is niet onderhouden. Nee. Dus ik heb net even net een stukje gelopen naar één brug over een soort wildere rivier, om te kijken of dat wel kon. Er viel iets. En die brug was inderdaad kapot. Maar we hebben mazzel dat het nu juli is en het water niet zo hoog staat, dus je kan gewoon door het riviertje lopen. Ik moet wel even onze schoenen uitdoen, anders dan hebben we wel wat te voeten. Ja? Ja, het is namelijk wel tot de enkel, snap je? Mm. Dus ik denk dat je wel gewoon lekker je schoenen bij moet. Oké. Maar goed, dat is dus het plan voor morgen. En voor de rest, het is nu 5 uur. We hebben niet meer zoveel gedaan. Ik heb net even nog wat gewerkt. Er komt iets heel vets aan voor Just the Lifestyle. We zijn een app aan het bouwen. Dus daar gaat heel veel werk in zitten. Maar wel echt superleuk. En daar ben ik eventjes... weer wat dingetjes naar de developer gestuurd. En dan gaan we daar volgende week weer mee verder. Dus alleen maar leuke dingen. En morgen weer op pad. Het is wel leuk, want ja, dat gaan wij dus niet doen. Want het is best wel ver lopen van alle ingangen. Maar dit is dus de grens met Noorwegen weer. Want het park loopt dus ook een deel in Noorwegen. Niet naar Noorwegen deze keer. Mag ook niet, hè? Mag ook niet. Mag niet, want we hebben de honden niet... Geen pillen gegeven. 48 uur van tevoren bij een dierenarts ontwormd. Dus dat mag niet. Foei.